vakantie. Dag mama. Ik ga nog even kijken hoe we eruit gaan rijden. Patatjes en Noah. Hondje, Noah. Boy, kijk eens. Ja. Ja, is die lief, hè? Goedemorgen allemaal. Het is dan zaterdagmorgen, het is rond 8 uur. Oh, nog geen eens 8 uur, want de winkel gaat pas om 8 uur open. En we zijn dus onderweg naar de supermarkt. Want we zullen toch ontbijten moeten halen. En we hebben helemaal niks te eten en te drinken. In the folie.
go away, leave me alone, don't bother me. Ik ben uit China. Ik heb vakantie hier. En ik doe draadjes maken in Drenthe. En ja, waarom goed. Maandag 9 juli. En we zijn net in Kaatsheuvel beland, vlakbij de Efteling. En morgen gaan we naar de Efteling in de hoop dat het niet regent. En nu gaan we even naar de supermarkt. Noam heeft zich een beetje bezeerd. Hij heeft een bultje op zijn hoofd. Ja. En we staan op de camping naast de Efteling. Ja. Aan de rechterkant bij de Efteling gaan we morgen de hele dag spelen. Morgen de hele dag spelen. Lekker, Noah. Vind je hem lekker? Lekker, hè? Dank je. Hey, succes. Dank je. Dank je wel. Nachthemd aangetrokken, haar muts opgezet en was toen in bed gaan liggen. Piepe de piep, hoera! En alles al geprobeerd. Open! Het is vandaag woensdag 11 juli 2018. Wat eet jij, Noam? Eten! Ja. Dit? Doe maar dicht, Noam. Dit. Doe maar dicht. Goed zo. Ga je nog een boekje lezen? Gordijnen open. Ja, gordijnen open. Wat zie je buiten? Je hebt vogels. Nou. Nah.
Nee? Wat zie je wel dan? Tenen. Tenen? Oh. Tenen. Au. Au. Kusje. Ja. Tuin met blauwe bessen, dat is lekker. Tuin met blauwe bessen. Ik denk dat het heel wat water gestolen heeft, hè? Mooi! We hebben ook drie kikkers in de tuin aan. Ja, ik heb ze net gezien. Oh, je hebt ze al gezien. Waar zijn de vissen nou aan? Ja. Een emmer. Ja. Een emmer. Goed zo, jongen. Waar is de vis eens aan? Waar is de vis maar eens aan? Daar, hè? Mooi! Kom maar, gaan we ze wat eten geven. Zeg, dan moet je eens kijken. Eten! Ah. Hoppatap! Hier, ga vast. Ga vast, houd hem erin. Goed zo! Houd hem erin. Zo. Zwaaien. Waar zwaai je naar, opa? Doei. Hallo, we zijn in Elst beland met ons busje. Even bij een vriendin van Rachel op bezoek. En we staan hier bij een geitenboer. Er staat nog een caravan. En we staan hier tussen de pruimenbomen. Het is ongelooflijk. Er liggen zoveel pruimen op de grond. En je kan die pruimen eten tot en met. Maar je weet, als je te veel pruimen eet, dan raak je aan de scheiterij. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik blijf liever van de pruimen af. De groetjes. Doedeloe. Kijk al. Ja. Verder scheuren. Ik ben nu bovenop het toren. Ik ga jullie even laten zien wat het uitzicht is. Want er is hier een moestuin naast. Achter mij. En aan de andere kant is de camping. Kijken of ik een beeld krijg. Onze bus zie je net niet. Nee, er zijn hier allemaal
archeologische vondsten. Even laten zien. Met de prehistorie en de ijzertijd. Waarschijnlijk van oude potten. Onze tweede tovenaars, nee, twee tovenaars inspelen. Heel mooi. Hallo, good morning. Ik ben nu hier in Hollandse Veld aan het strand Schoonhoven. We hebben hier een klein feestje gehad. Gewoon met een aantal mensen die we hebben leren kennen via Facebook. Dat was een gezellig feestje. We hebben de hele avond wat muziek gemaakt en wat gedronken en wat gegeten. Het is hier wel een hele mooie omgeving. Nou, toedeloe, de groeten. Zijn we er nog al? Nee. Misschien is wat je handen zijn. Hallo Noam. Gaan we weer weg? Gaan we naar huis, hè? Gaan we naar huis. Oké, kom er even op terug. Ik heb ze niet weggestuurd om het af te persen.
Hoi.